Van Breukelen leidt vanaf 1984 bijna onafgebroken de defensie van Oranje. Hij speelt sindsdien 55 interlands en mist er slechts 8. Toch is er veel kritiek op de PSV'er en vooral Stanley Menzo wordt vaak als opvolger genoemd. In een periode vol incidenten passeert bondscoach Rinus Michels de dan kwetsbare doelman. Tegen Hongarije krijgt Hiele de voorkeur. Oeh, wat komen we daar goed weg. Dat Peter die bal niet goed meekreeg. Lang zitten en bedankt. Stanley Menzo staat daardoor voor de eerste maal in een echte interland onder de lat. Na onder andere Edward Metgod en Theo Snelders is Menzo de 7e doelman sinds 1980. Wrang genoeg wordt op diezelfde dag Hans van Breukelen door advocaat en Michels benaderd om zijn interlandcarrière met nog 2 jaar voor te zetten. Op 28-jarige leeftijd overkomt Stanley Menzo hetzelfde als zijn concurrent 12 jaar geleden. Ja, maar hij pakt hem weer. Ja, hij kende hem dus inderdaad. Super, super.